De toekomst, vroeg ik haar naar. Hoe ziet je toekomst eruit? Moeilijk, zei ze, want ik moet keuzes gaan maken. Ik heb namelijk ook een passie voor talen. En daarom heb ik beslist om geen keuze te maken. Ik ga in Leiden taalwetenschappen studeren en conservatorium tegelijkertijd doen in Den Haag. Je zou het talent maar hebben, hè, om die dingen tegelijk te kunnen doen. Muzikale voorbeelden. Joni Mitchell, Montserrat Caballé en Paul Simon. Ja, ze kent haar klassiekers en ze heeft goede smaak. Daarnaast heeft ze nog ook een prachtig hobby en dat is natuurfotografie. Nou, ik weet zeker dat vanavond ook een avond wordt om in te lijsten. Alsjeblieft, geeft u haar een hartelijk applaus. Esmee Soetekamp.